Ik denk als jullie de locatie zien dat er veel vragen zijn, maar dan moet je even de vorige vlog kijken. Het is zo koud, Lia. Het is op beeld veel erger dan dat het in het echt is. Ik dacht nog wel, het is zwart. Patiënt? Ik doe dat van een neppe patiënt. Ja, maar dan ben ik toch geen patiënt, dan ben ik een klant, geen patiënt. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zeg morgen, het is 11:15, dus dat is niet helemaal waar. Ik ben even ijsjes aan het koken. Mijn gezonde leefstijl is soort van weer begonnen, dus... Ik probeer het gewoon weer een beetje op te pakken. Dus ik heb hier nu 2 maiswafels. Daar ga ik cottage cheese op doen. Kipfilet. En dan heb ik het eitje erbij. Misschien dat ik zo nog een rijstwafel pak. Vanochtend gewoon een beetje met hoge proteïne. Een yoghurt met een speculoosje erdoorheen. Misschien dat ik zo nog even lekker een appel eet. Vanavond maak ik taco's. Mijn ouders zijn nu naar mijn oma toe. Daar is nu wat hogere zorg nodig. Dat is een heel ander verhaal. Maar goed, die moeten daar nu wat vaker heen. Dus dat ziet er nu goed uit. Dus nu heb ik thuis even voor me alleen. Dus cottage cheese, kipfilet en dan... Good girl. Even kijken. Vanmiddag komt als het goed is Rebecca even met Leo en Reefje. Dus dat is ook gezellig. En ik heb vanmiddag gewoon weer dansles. Dansles. Zwemles. Die staat op een koffieapparaat en hij staat een beetje zo. Maar ze had natuurlijk vandaag nog een studiedag. Ik dacht dat doet vast elke school zo van nieuwjaarswensen na een vakantie. Maar ik zie dat bijna alle kinderen gewoon naar school toe zijn. Dan denk ik altijd, nou ja. Volgens mij proberen ze bij ons dus de studiedagen... zo praktisch mogelijk in te plannen. Als in rondom dus vakanties of voor of na het weekend. Zodat je dus niet random een dinsdag een studiedag hebt. Maar dat kan ik ook mis hebben. Maar dat valt me volgens mij een beetje op. Maar goed. Cottage cheese zit erop. Je moet wel echt zout op. Anders is cottage cheese helemaal niet te hachelen. Dus het is grappig als je zo lang dieet hebt gedaan. En dan nu heel lang even niet. Dus ruim 1,5 maand heb ik echt niks qua dieet gedaan. Dan zijn al die dieetdingetjes, die receptjes die je hebt, die zijn alweer super lekker. Nou ja, ik ook wel even. Volgens mij is deze goed. Ik ga hem nu door midden snijden, anders heb ik pech. Toch wel wat hard. Ja, avocado is altijd zo lastig. Nee, je ziet er best wel goed uit, toch? Zo. Ik weet niet waarom ik jullie nu aan het meenemen ben hierin, maar ik probeer ook maar even wat om de vlog nog te kunnen vullen. Ik denk als jullie de locatie zien dat er veel vragen zijn, maar dan moet je even de vorige vlog kijken. Als je die dus nog niet hebt bekeken, even de vorige vlog kijken. Nou, ik pleurt die avocado er even op. Misschien moet ik even nog een rijstewafel pakken. Misschien is 2 ook wel een beetje weinig. Maar goed, hè? Dat ken ik altijd nog. Nou. Dat ziet er op. Dan is het even wachten tot de ijsjes gekookt zijn. Tada! Sorry, ik zit er niet helemaal lekker in. Dat was wel vrij duidelijk, maar goed. Ik heb nou eventjes voor de kinderen restjes van gisteren. En ik wil eigenlijk dat ze ook proeven wat we vanavond eten. Maar dat gaan ze toch niet doen. Dus heb ik dat even opgegeven voor nu. Dan hoef ik die strijd eventjes nu niet aan te gaan. Dames aan tafel. Dames. Ja. Eten. Ik ben toch maar niet naar zwemles gegaan, want nu met Noah er zo alleen bij, dat is altijd een beetje veel. En ze wou niet, dus ik dacht, nou, laat maar even voor me. Ja, je hebt geluk dat we nog restjes hadden van gisteren. Maar dit is wel het enige wat er is. Dus hier doen we het wel even mee. En ik heb voor mezelf... Nachos. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik moet zo die meiden naar school brengen. Maar ik zit natuurlijk nu bij mijn ouders, dus ik moet nu
eerst Noah afzetten. Want dat is hier zo wat om de hoek. En dan moet ik dus doorrijden naar Lia haar school. Dus dat is een beetje vervelend qua route, maar goed. Tenminste, het is niet vervelend qua route, maar met Noah kun je natuurlijk wat langzamer aandoen dan met Lia. Oh my god, het gaat hier ook van ouders. Dit doe ik elke keer, dat heb ik niet. Oké, oh my god, die buikkeuk. Het is zo koud. We zijn zo verwend met de winter. Maar dan begint hij elke keer in januari en dan doet het erg pijn. Ik had echt een rotnacht, want Lia viel eerst heel lief voor, maar op mij in slaap. Nou, dat vond ik nog wel lief, want dan kan ik op een gegeven moment gewoon gaan zakken en haar wegleggen als ze echt weg is. En toen om 4:30 begon Noah. Nou, die heeft tegenwoordig een tik dat ze dan niet meer verder opslaapt in haar eigen bed. En tot nu toe neem ik er elke nacht bij mij. En dan draait ze zich om en dan pit ze door. Dat is echt top. En nu dacht ze, ik ABC kapper mee. Dus goed. Het was echt wild en niet echt het idee dat ze nog geslapen heeft. Maar goed. Mama. Ja, lieverd. Oh, is hij afgelopen? Daar rijdt een kopje. Ja, zullen we nou even deze doen dan? Of deze? Die hebben we toch net al gezien? Ja, oké. Okay. Goed, ik ga even verder. Niet helemaal. Oké. Ik wil zo graag dat ik geen emotie-eter was, want ik gisteren weer een beetje begonnen met het dieet. Maar ik ben zo'n emotie-eter, dus ik heb zo'n zin om te vreten. Als ik echt heel erg heimwee heb, of ik heb een keer echt heel erg liefdesverdriet gehad, dan heb ik geen eetlust. Maar dat is al zo lang geleden dat ik niet weet of dat nog steeds zo is. Want ik heb nu juist dat ik juist wil troost eten. Dus ja, goed begin van het dieet. Tenminste, ik ben nu ervan gesport en ik heb gewoon proteïnes ingenomen. En voor de rest zien we het wel een beetje. Ik ga even hier een beetje opruimen. Want mijn ouders komen vanmiddag gewoon weer thuis. En mijn moeder is gewoon heel opgeruimd. We hebben een heel druk huis, maar het is altijd heel opgeruimd. En dat is het nu niet. Nu er twee kinderen rondlopen, dus kijk dit nou. Doetje! Hey, doet niet. Ja. Oh. De schoolfoto van Noah hadden we gemist, maar kijk dat nou hoe klein ze nog was. Oh, gaat zo snel, gaat zo snel. Ik heb even de verwarming aangezet, want het is stervens koud altijd in het huis. Ik heb natuurlijk zelf best wel een geïsoleerd huis. Dus dit is dus gevaarlijk. Nou ligt er nog een broodje pindakaas van mijn dochter van vanochtend. En dan? Hierop en dan plak eraf. Oké, moet ik dat ook doen? Ja. Oké. Zelf dat mij doen. Oké. Dan daarop. Het is zo koud. Zo. Ik ga samen. Zo. Ik ga samen. Oké. Het is zo koud, Lia. Deed ik het goed? Ik laat hier ook. Oké. Ja, dat heb ik net gedaan. Mijn voeten zijn koud. Maar zonder niks. Oh, het is wel heel mooi licht zo. Maar het is zo koud. Oh my god. Ik moet echt even mijn handschoenen tevoorschijn halen. Ik en Tim hebben gepraat, dus het is voor nu weer even goed. Nogmaals, de details. Maar jullie zijn heel begripvol daarin, dus dat scheelt. Maar We gaan met niemand hier. Nee, er is niemand hier. Het is ook koud. Kapot. Nou, mooi licht, hè? Goedemorgens. Ik kan er niet meer wennen dat ik die kinderen moet doen. Dus ik moet wel die kinderen doen, maar dan ook hulp van Tim, zeg maar. Ik heb
goed, dat moet je vanmiddag maken. Ik was gisteren dus helemaal goed voorbereid, want toen had ik het dus al gedaan. Wat is er, Noah? Oh. En nu niet, dus dan moet ik het nu nog doen. Even snel. Ik pleur er toch een blauwe bes in. Ja. En dan doe ik altijd wat komkommer en paprika erin. Komkommer, ik even de paprika niet vinden in de schuur van mijn ouders is. Even koud. Ik zou die ouders nog uit bed zien te trekken, want die krijg ik er nooit uit. Let nu op de moeder. Ik denk dat het straks weer beter gaat als we thuis zijn. Wow. Het is op beeld veel erger dan dat het in test is. Ik dacht, mijn wallen zijn zwart. Kijk net in de spiegel. Het is wat minder erg dan wat ik daar op beeld zie. Daar op beeld vind ik het niet best uit. Het valt mooi. Ik weet niet, Noah die zit in een fase dat ze opeens 's nachts wakker wordt. Ik wil ze alleen nog maar bij onze bed. Anders krijg je er niet meer in slaap. Doe kipfilet op brood, omdat ze thuis bijna altijd al je zoet beleg wilt. En op school vind ik het niet zo erg, dus dat kipfilet ook heel lekker. Ik wil eigenlijk ook een keer kaas proberen. Meestal op school eet ze poezen en dan wel. Ja, liefje. Oh, wauw, mijn poppetje, schat. Ja. Oh ja, dat is Mr. Bean. Ja, wat wil je dat ik daaraan doe? Oh, ik moet even de benen eraan zetten. Dus ik kom even poppetjes brengen. Een beest erin te zetten. En meestal trek ik er 3 beker, want vaak drinkt ze er drinken niet goed op. Oh, wat doe ik nou? Dan ga ik die broodjes schuin zitten snijden, dan passen ze niet in de trommel. Ik zit eigenlijk net te denken van, ik kan ook eens een keer 2 verschillende helften doen. Dat ze en kipfilet heeft en zoet. Maar goed, nou zit ik hem dus zo te snijden en dan past hij eigenlijk niet in de trommel. Godzang. Gaat hij nou weer oplossen? Waar voor een broodje? Past hij er niet in? Zit ik met mijn slaapkop weer niet op te letten? En dan noemen we met die. Prop het er gewoon in. Dat deed ik. Maar ik heb de tas in de auto laten liggen. Dat is ook vrij limo. Dus ik krijg tegenwoordig ook weer schoolfruit. Gisteren had ik nog een banaan meegegeven. Maar dan laat ik het voor nu even zo, want dan heeft ze in ieder geval. Dat stop eet. Noah, moet je een broodje? Noah? Ja. Broodje? Nee. Nou, ik ga verder. Lia uit bed trekken. Ziet er niet uit. Maar er komt ook in mijn mascara. Nou, ik slaap ook niet heel goed hoor. Daar niet van mensen. Maar... Het is een beetje koud. En jij is er net een beetje koud. Ik vind het niet mooi. Hoe? Oh, ik vind het allemaal koud. Even zo. En daarmee. Maar als de muziek stopt. Dan ga je terug naar de stip waar je nu staat. Mama, dit is het. En dan wachten we tot de stipje weer. We gaan anders doen. Zo, waar is die? Oh, ik zie er niet uit. Hoe lang zeg ik dat ik een zonnebankje nodig heb? Maar goed, stressen doet ook wat met het lijf. Ik krijg net ook een rekening binnen dat ik weer gekort word omdat ik iets nog moet betalen. Maar er staan weer zoveel termen in die ik niet ken. Maar goed, dat zoek ik zo even uit. Langzaam alle spulletjes weer even op zijn plek aan het zetten. Wil je drinken of? En dan moet ik over iets meer dan een half uur moet ik weer Lia gaan halen. Dus ik wil nu eerst eventjes alle spulletjes een beetje op zijn plek gaan zetten, zodat dat geregeld is. Ik zie alleen dat er een honingmosterdfles omgegaan is in de koelkast. Ik zie het helemaal van boven helemaal naar beneden, dus daar ben ik echt blij mee. Maar goed, dat komt zo wel eventjes, want dat ligt al waarschijnlijk al een paar dagen. Oké, okay, verder. En weer bij de volgende dansles. Hè?
Heb je er zin in? Ja. Ik zal vangetjes doen. Wacht, ik ga even zitten, schat. Even goed in beeld. Je wordt gesmeed. Jullie gaan toch maar mee mooi maken? Jij mag de eentje van mij. Maar dan moet je hem niet aanpakken. Nou, als jij dan deze wang doet, doe jij met deze wang. Want dan moet je hem aan de andere kant. Wacht even voor je schat. Dat kan zo even. Hier, Noah. Hier. Wat zeg je, mama? Kijk, doe jij deze? Doe je dat kwastje in? En dan doe je deze kant. Zo. Mooi. Ja, mooi. Zo. De andere. En nou liplos. Ik heb al heel veel liplos op. En nog een klein beetje meer op is deze alleen. En nog lip met pompoen. Hey, patiënt. Patiënt? Je doet als een neppe patiënt. Ja, maar nu ben ik toch geen patiënt, dan ben ik een klant. Geen patiënt. De patiënt gaat naar de huisarts. Bijna klaar. Ja. En nog... Hier. Een heel klein beetje van deze. Want dit is glitters. Dit is dezelfde. Maar, Noah, dip ze maar in. Nee, ik heb het maar indippen. Nee, je mag hem niet vastpakken, want het is heel veel glitters. Doe maar even erin dippen. Doe eens erin dippen. Doe eens erin dippen. Doe je kwast er eens in. Wacht even, Lien. Wacht even, Lien. Doe eens in. Ja, nee, anders mag het niet, Noah. Kom op. Kom weer erin pakken. Hier. Kijk. Ga maar eerst hiermee. Kom maar. Want hij doet heel erg glitter, anders zit mama helemaal onder. Nee. Kom, doe maar. Doe nou eerst eventjes. Oké, gewoon gaan dan. Kom op. Een beetje. Oké, dankjewel, schat. Een beetje. Wat? Een beetje. Wil je het nog een beetje? Ja. Oké, nog één keer dippen mag ik. Mag ik ook? Is je nou lipgloss op mijn wang te smeren, schat? Nee, dat bedoel ik, nee. Ik wil ook dat doen op jou. Hier. Die zit ook weer helemaal onder de glitters. Glitterboompje bang. Glitter. Als jullie nu weten hoeveel glitters er nu aanwezig zijn, ik weet niet of dit scherp gaat stellen. Kijk aan mijn haartjes. Ja, het zit heel veel in je haar. Helemaal aan het glitteren. Zo. Oké, nog één ding, want dan zit mama wel genoeg onder. Want jullie zitten me helemaal in te smeren met lipgloss. Hoor je niet, hoor. Kijk! Heel erg prachtig. Doe nog maar even hier zo op mijn ogen. Okay. Wij gaan onszelf mooi maken. Ik ga de baby doen. Kijk jullie zelf eerst ook eens even in de spiegel. Nee, niet die van Noah. Niet die van Noah. Terugleggen. Doe de andere dan mooi maken. Oké, maar Noah, dus het laatste van mama vindt nu al genoeg geweest. Kijk, jullie eens even zelf ook in de spiegel. Kom. Kijk eens in je haar. Yay! Vooral dat grijs op mijn lip is weer erg mooi. Nou, dank jullie wel. Hey, ik kan me niet serieus nemen met dat make-up op mijn hoofd, maar... Ik was zo moe van Noah. Mijn goede... Schiet echt van de ene driftbui naar de andere en ik word er af en toe een beetje moedeloos van. Ik snap het wel, want het zijn de afgelopen dagen even warrige dagen geweest. Ik wil eigenlijk even in de voorraadkast beginnen, maar laten we even voor 4:30. Want het is niet meer wat het ooit was.
Dus ik wil even het overzicht terug hebben. Met boodschappen doen ook makkelijker is. Maar ik zit er zo naar te kijken en ik ben ook een beetje bang voor om eraan te beginnen. Dus misschien kan ik dat beter even niet nu doen. Want dan ben ik bang dat ik nu te veel ga doen. En dan ben ik helemaal overprikkeld. Dus ik ga gewoon even beginnen aan boodschappen. Is misschien beter. Ik weet nog niet helemaal hoe mijn vlogs in elkaar zitten qua tijd. Dus ik heb het boodschappenlijstje gemaakt. En dan ga ik nu de vlog afsluiten. En anders dan niet. Want dan kan ik gewoon morgen erbij pakken. Maar dan kan ik nog even de beelden inladen. Maar daar heb ik even geen zin in gehad vandaag. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Doe even dat duimpje omhoog als jullie dit een leuke video vonden. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie heel graag weer bij de volgende.